Goedenavond, dames en heren. Voor de opening van deze herdenking wil ik graag het woord geven aan de voorzitter van het 4 mei-comité, de heer Jan van Eyck. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële dodenherdenking 2012 van de gemeente Goorlen. Het is een teken van deze tijd dat langzamerhand de herdenking van oorlogsslachtoffers wordt overgenomen door personen die de laatste wereldoorlog niet meer persoonlijk hebben meegemaakt. Zo ook in de gemeente Goorlen dus. Men zegt niet voor niets dat je pas weet wat vrijheid is wanneer je onvrijheid, het afpakken van de vrijheid, als je dat hebt meegemaakt. Wij willen blijven stilstaan bij al die medemensen, al die burgers en militairen die omwille van de te bevechten vrijheid zich daartoe hebben ingezet. Een inzet die velen met hun leven hebben moeten bekopen. Iedereen, bijna iedereen hier, kent wel het lijden en de dood uit de directe omgeving. Maar het leven moeten loslaten omwille van de vrijheid van een ander is nog van een andere orde. Tegelijkertijd herdenken wij al die burgers en militairen die in al die andere brandhaarden in de wereld, van Nederlands-Indië tot aan Afghanistan, hun inzet en hun leven gaven voor de vrijheid van anderen. En het brandt nog op veel plaatsen in de wereld. Ik noemde al Afghanistan, maar zeker ook momenteel in Syrië is het allermin rustig in de strijd om de vrijheid. Wij kunnen slechts hopen dat het geweld in de wereld minder wordt. Maar het is eigenlijk hopen tegen beter weten in. Laten we ons houden aan de kern van de dodenherdenking. Stilstaan bij al die levens die onze vrijheid bevochten. En al die slachtoffers van die strijd. .nl zou je symbolisch maar veelbetekenend kunnen zeggen in deze tijd van 2.0. Met deze woorden en met deze intentie wens ik ons allen een waardige 4 mei dodenherdenking toe. Burgemeester zal deze krans leggen, samen met Ger Heerman, naast dat van een Indische familie, bij het monument ter nagedachtenis van de Indiërs. Wat eens was een helse poolnacht, een beschadigd huis vol weerloze slachtoffers van een bar regime. Nooit wil ik vergeten. Vervolgen met de bloemenhulde door de burgemeester en de voorzitter van het 4 mei-comité, de heer Jan van Eyck. Dames en heren, jongens en meisjes, ook dit jaar staan we met elkaar bij de gedenktafel 1940-1945. En de gedenktafel Bevrijding. In mei 1940 werd het leven in ons vrije Nederland ruw geschonden. Ons land werd onder de voet gelopen. Totalitaire macht maakte een einde aan democratisch bestuur en gekozen parlement. En wezenlijke waarden en grondrechten werden opzij geschoven. Vrijheid en gerechtigheid werden vervangen door dwang, discriminatie en geweld.
En daarmee viel het fundament onder onze samenleving weg. En kwamen willekeur, angst en ontbering in plaats van zekerheid en vertrouwen. Mensen werden gesteld voor ingrijpende keuze en voor vragen van leven en dood. Naastmoedige keuzes tegen de stroom in om zich te verzetten tegen de onderdrukker kwam ook passief gedrag en actieve steun aan de bezetter voor. Maar er waren veel mannen en vrouwen die hun nek uitstaken voor een vrij, onafhankelijk, democratisch Nederland. Vandaag, 4 mei, herdenken wij in het bijzonder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden die door die oorlogsjaren slachtoffer zijn geworden. We denken aan de Nederlandse militairen, aan opvarenden van de koopvaardij, verzetstrijders. Maar evenzeer aan alle die vervolgd werden, zoals onderduikers, gegijzelden, krijgsgevangenen, dwangarbeiders. Aan Joodse landgenoten, van wie zoveel de gruwelen van de vernietigingskampen niet overleefd hebben. Aan de Nederlanders in Japanse interneringskampen en Indonesiërs die tot dwangarbeid waren veroordeeld. Naast al deze landgenoten denken wij ook aan de burgers en militairen uit andere landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid. Zoals Engelsen en Australiërs, Polen, Canadezen, Amerikanen, Marokkanen en anderen. Aan al deze doden denken wij ieder jaar met eerbied en respect en met een diep gevoel van erkentelijkheid. Hun offers hebben ons de mogelijkheid van een nieuw leven met vrijheid gegeven. In Europa en Azië hebben de verschrikkingen van die oorlogsjaren laten zien waartoe minachting voor de mens kan leiden. Vrijheid. Kostbaar, kwetsbaar. Morgen dragen we de fakkel van de vrijheid verder. Vandaag, in stilte, herdenken we hen die het offer van hun leven brachten voor onze toekomst en vrijheid. En laat dat niet voor niets zijn geweest. Jouw naam hang ik zingend aan de hemel, schrijf ik juichend in het zand. Geboren ben ik om jou te kennen, te dragen door de tijd. Vrijheid. Hiermee eindigt dan deze herdenkingsplechtigheid. Ik dank iedereen, met name de Harmonie, de Scouting, Gilde Sint-Joris, Gilde Sint-Mauritius, de tekstlezers en iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze toch mooie herdenking, van harte. Dank u wel. Prettige dag.